We zijn er. Garden of Banban 6. 5 is grandioos overgeslagen. Wie weet waarom, maar we zijn er. Garden of Banban 6. Laten we daarmee verder gaan. Hallo. The thought of what could be happening on the floor above terrifies me. Maar waarom? Picture hundreds of angry animals finally escaping, with only one thing capable of giving them peace. And that's to get you and your friends. They're captors. Vind ik... I'm not gonna sugarcoat it. We're in big trouble, partner. Heel raar. We can't stay here long. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth, making you easier to digest. Nee, ik wil gewoon weg uit deze locatie. Ik wil weg uit deze dikke vette nachtmerrie. Wat ze een game noemen. Maar goed, we zijn er weer. Ze hebben weer een nieuwe ingebracht. En dit is al gelijk weer heel fijn dat die teringdrone vastzit. Om wel van te worden. Nou, welke deur gaat open? Ding dong, het is deze. Heb ik überhaupt nog wel een kaart? En wat zit hierachter? Ik heb geen kaart. Hoe kom ik aan een kaart? Sheriff. Oh, de kaart lag hier. Floor min 5. Zit inmiddels min 5. Dit is allemaal onder een dikke vette kinderspeelzaal. That's our ticket out of here, partner. Wat, dat gegiebel? Giebel smiebel. Waarom komt hij niet mee? Follow me. I know a place to go. Oh, dat zeg jij nu. Prettiest. But it should be unoccupied at least. Wat is dit ook voor een grote lege teringhal? Wie heeft dit ooit gebouwd? En waarom brandt daar licht in de verte? What? Oh, nee. Come on. We can't stay in the dark. Ik sprint. That light over there. Ik sprint. Ik kan niet sneller dan dat ik al ga. Ik durf ook gewoon niet achteruit te kijken, want dat heeft toch geen toegevoegde waarde. Rin! Oh, er zit een trap. Help! Help! We should be safe for now. Help! Waarom was de lichtknop helemaal hier? En waarom viel het uit? Was er een stroomstoring? En waarom zit hier ineens een gemoedelijke ruimte met asfalt? Oh ja, en bomen. Man, I not miss this place. Een speed limit board. This is where I took refuge after being dumped down here by your kind. Many cold and lonely nights have been spent here. Once that I wish to forget. Okay. Liefdesstokjes, denk ik? I was found by the Queen in Bitterdiggle and a couple of others. And was foolish enough to let myself believe that things could get better. Oh, nee. But here I am. Back to square one. Oh, nee, sheriff. Like I told you earlier, we need to get the Queen's Scepter as soon as possible. It's the one thing that can allow us to recontain the Naughty Ones and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. The door opens by activating 4 switches scattered across the different sectors on this floor. Zo ver was ik, ja. The Naughty Ones despise the light. You should be safe from them as long as you stay in lit spaces. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Ja, ik zie daar alweer 4 sectoren. Dat is constant het geval. En we hebben hier weer een crafting bench. We hebben hier een plek waar we onze videotapes kunnen afspelen. En natuurlijk de hele cast. Wij zitten in de storage bay. En dit is een hoed. Dan heb je nog de introduction sector, de conditioning sector en de potentiality sector. Vind ik vreemd, vind ik heel raar. Maar wat mij ook opviel bij het rondneuzen is dat hier heel toepasselijk allemaal buizen op de muur zijn geplaatst. Voor wat voor reden dan ook. Die ongetwijfeld een parcours naar boven leiden tot uiteindelijk dit, nou ik wil zeggen boomhutje, maar dit vliegende hutje. Careful up there! Nou, oh, dan kom je nu mee! Ik ben echt al 3 keer gevallen. Dan is pas je wel op daarboven. Hey, pas je wel op. Wiep. Ja, maar het is hier donker. Dit is toch echt een doodswens. Ah, er is hier licht. Een bed. Een hokje. Een deur. De stoel is overduidelijk veel te hoog voor deze tafel. Tenzij het een soort salontafel moet zijn.
Die gaat niet aan. Waarom gaat die niet aan? Moet ik hier dan iets activeren of zoiets? Wat zijn dit? Oh, ziek. Ik word beslopen en ik kan niet bewegen. Hallo? Wie ben jij? Was dat gewoon daadwerkelijk een sterfgeval? Oké, ziek. Dan word je zo beslopen. Ik zie het gebeuren en ik kan er gewoon niks tegen doen. Moest ik dat item dan wel pakken? Moest ik dan daar überhaupt wel wezen? Ik bedoel, het was daar wel erg donker, dus... Weet je, misschien ook gewoon niet. Oh, misschien dus ook wel. Oh, er ligt nu een boek. You feel strange. You feel strange? That's it? Maar waarom ligt hetzelfde item dan niet meer op die plek? Oh. Huh? Nu ligt hij hier. Your toy is now equipped with light source. My toy? Bedoelt hij daarmee mijn drone? Hé, hey, hey, daar staat er iemand. Hé, hey, hé, hey, hey. Sheriff en... hoe heet ze? Banbalena. Toch? Ja, yeah, hallo. Het is mij. Ik ben wedergekeerd. Hey, partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. But she managed to escape. I didn't get a good look at them. I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does. And that he's very handsome. I didn't say that. My gut feeling's never wrong. And something tells me he is very handsome. But you came to the right place, miss. It should be safe here for now. My students are my responsibility. I can't teach them without a full attendance list. Ja, die emmers in die basketballen. We ought to find the culprit. But let's make sure we're alive to do so first. How about you head over to the introduction sector and look for the first switch? I'll have Stinger Flynn transported here. Oh, wat fijn. Mrs. Mason, you seem to have been through a lot. And we need everyone to stay focused. I think you should rest for now. Maybe we get through this alive. Oké, nou, dus de introduction sector. Even kijken, er staat... Follow the light post, use your toy for safe transportation. Wat is er bij dit hok trouwens? The toy can be customized by interacting with workbenches. Ga ik ze direct overheen. Dit is gewoon dicht. Oogt ook leeg van wat ik kan zien. Oké, maar dit ding heeft een light source, wordt gezegd. Want waarom zie ik dat er niet? Of komt dat omdat er hier al licht is? Oh, dat zijn lampjes. Ja, oké. Nou, follow the light source. Welke is dat? De introduction is naar rechts. Ik zag daar verderop. Kijk, ja, ik zie daar wel een lampje branden. Dus ik gewoon van paal naar paal moet sturen. En dat ik dan gewoon in dat licht moet blijven. Hoppa. Oké, dat is hoe we het gaan doen. Het is wel taffes werk. Hoezo? Waarom? Oh, shit. Hij weigerde helemaal niet. Hij zei gewoon... Oké, nu zie ik vrij weinig. Ja, ik kan hem ook gewoon die kant op sturen en gewoon in het licht blijven lopen. Zit in het licht. Oké, hier is een deur. Dit zijn allemaal hendeltjes. Ik zie daar de stroomknop. Ik ben bij een hek. Kan zelf niet over... Oh, kan wel over het hek heen. Oké. Ik zie alleen geen kloot. Ik zit buiten het licht. Ik ga dood. Oh, nee. Haha. Minimaal licht. Oh, fijn. Maar wel een notitie. Dear mommy, we will not talk to the face like Miss Mason said. Party, me, Claire. Scared Miss Mason. Oh, nee. Ja, en deze lampen hebben daadwerkelijk niet veel toegevoegd. Ja, dan ga ik vanuit dat ik hier gewoon moet zijn. Maar er is nu wel stroom op deze locatie, dus... deur nummer 1. Oké. Dan snap ik niet helemaal waarom er 4, 3 deuren zijn, excuus. Maar er is hier wel licht, dus daar ben ik blij om. Wat is dit voor ruimte? Conditioning sector. Nee, wacht. Waar ben ik op de juiste plek? Ja, dit is de introduction sector. Ik werd hier inderdaad als eerst naartoe begeleid. Nu moet ik even ontdekken wat ik hier moet doen. Want we hebben hier iets mee te maken. Stoelen en kleuren.
Grijs, lichtblauw, donkerblauw. Start here. Zie je? Ga ik dan vanuit? Ik weet helemaal niet wat de puzzel is. Moet ik dan eerst naar een set stoelen om die knop in te drukken? En dan naar een volgende set en dan naar een volgende set, volgende set, volgende set? Is dat wat ik moet doen? Wat ligt hier trouwens? Een cassettebandje. Hier nog een set deuren en banken en banken en deuren en deuren en banken. Oké, nou ja, even kijken. Groen, rood, blauw. Het zijn verschillende lampjes. Nou weet ik niet helemaal wat het inhoudt, maar... Life is a series of events played in the correct order. Oké, wat doet dit? Kan een lamp... Kan ik verschuiven? Rechts, links, links, rechts. Voor mijn gevoel doet het niks. Er staat daar een lamp. Dat zal denk ik de rode lamp zijn. Dan zal dit wel de groene lamp zijn. Oh! RGB. RGB. En dan moeten we dan iets op het scherm... Nou ja, goed. Even kijken. Lichtblauw, blauw, lichtblauw, blauw. Dat is... Deze. Maar ik weet niet wat ik hier moet doen. Maar voor groen is dat in ieder geval de right order. Maar... Oh, kijk hier. De kaart. Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel het een en het ander verduidelijken. Want daarmee kunnen we deze deur openen. Oh, jij. Ziek. Are they gone? Waar, ga jij ineens de good guy spelen? Don't worry. I'm not going to hurt you. Ja, ja. I've done enough damage as it is. Jij hebt echt deze chaos gecreëerd. It doesn't make up for what I've done and trying to take you down. But I'm sorry. I truly am. I don't know what came over me. I just couldn't hold myself back. I knew the consequences well. And I still went ahead and said that stupid joke. Yeah. And now the queen's probably dead because of me. Yeah. I wouldn't blame you if you don't forgive me. But I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best to make up for what I did. Kom je nu mee? You're here for the switch. Naar de maaltijd. For the room where the scepter is, right? Denk het. It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. That locker. That locker? Oh, that locker. Wat is dit? Oké. Oh, koptelefoon. Hebbes. Ik weet niet waar dat goed voor is, maar oké, dit is een lamp, dat is een lamp. Dus lamp inwaarts, uitwaarts. Niks. Geen reactie. Oké, ziek. Oh, de lampjes branden hier nu. Oké. Nou, laten we dan eerst rood even doen. Dat is grijs, lichtblauw, grijs, lichtblauw. Dat is deze. Dan hebben we grijs, blauw, lichtblauw, blauw. Grijs, blauw, lichtblauw, blauw. Lichtblauw. Grijs, blauw, grijs. Deze. Blauw, lichtblauw, grijs, grijs. Lichtblauw, lichtblauw, blauw, grijs. Dus twee lichtblauwe. Deze. En lichtblauw, blauw, lichtblauw, blauw. Dat is deze. En dat is... Niet goed! Excuus? Oh, start hier. En dan naar beneden. Waarom zet ze dan... Oké, whatever. Ik moet hem andersom doen, blijkbaar. Dit zou moeten zijn. Yes! De rode lamp staat aan. Dan gaan wij die op dat witte scherm eventjes navigeren, als dat al mag. Even naar links. Even naar links. Oh, daar staat een tekst op. Ban Ban Kindergarten. Dat kan ik er nu al uithalen. Ban Ban Kindergarten. Dat kan ik er letterlijk nu al uithalen. Waarom moeten we dat RGB'en? Nou ja, voor het
Verhaal dan maar. Oké, dan moeten we nu de blauwe doen. Dat is grijs, grijs, lichtblauw, blauw. En dat is blauw. There we go. En laten we de eerste even groen doen voordat we de rest doen. Lichtblauw, grijs, blauw. Hij start elke keer op een ander punt. Vandaar dat het een beetje verwarrend is. Maar uiteindelijk ja, is het allemaal hier te vinden. Grijs, blauw, grijs, licht. Grijs, blauw, grijs, licht. Plop. Groen. Oké. Okay. What are all of these colorful lights for? Ja, dit is een dikke vette RGB. Dus voor extra FPS, al ben je een gamer. Oké, okay, dan staat groen ook nu op de juiste plek. Dus nog eentje naar rechts. Oeh, nee, de afstand staat niet juist. We proberen het wel even. Als blauw erbij staat, gaan we het wel even helemaal uitvogelen. Yes, take your seats. Slideshow starts. Yippie. Oh shit, oh dat is zo, dat is slecht nieuws. Woo. Ik ben er. We gotta wait till whatever video is playing outside ends. Oké, okay, kan ik gewoon door het gaatje dan heen koekeloeren? Don't say a word. A word. Piemel. Poepikakje stront. Hallo? Anybody in there? It's your friend, Banban. I need your help. Hij klinkt niet als Banban. He's out already? Don't even think about opening this door. Hij kan ons toch zien door het kijkgaatje? Nee. Ik doe helemaal niks. Oké. Kap. Het is een ABC, kap ermee. Open up. Stop. The lights are turning back on. I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. Ja, hufter. We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Ja, dat is leuk, maar wat betekenen deze twee dan nog? Oeh, deze is open. Oeh. Eén switch complete. Ja, ik ben er nog niet helemaal uit over wat die twee inhouden. Wat is aan de kant met je dikke, vette, gore lijf? Oh, ze hebben het helemaal gebarricadeerd hier. Sheriff, moet je eens kijken wie ik heb. Oh, the guts showing up here, bitter giggle. Ik kan niet naar binnen. I should take you out where you stand. Did you really think that I'd allow you in here? And look who it is. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals. But the queen insisted we give you a chance. Wat is dat geratel? Should have gone with my instincts. As usual, I was right. You two should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak. And together, we'll rid the world of monsters like you. Oh! Ik zat niet op te letten! Oh! No! I'll save you! Hij rent ook zomaar het donker in! Get out of here! Wat moeten we deze kant op? Maar er zijn maar twee switches geopend. We moeten alle vier hebben. Help! Jij zinloze tering kwal. Okay. We're safe for now. So, there's that. Oh. It's you two. The duo of destruction. Didn't you cause all of this to happen? Yeah. I did. And I plan to make up for it. Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain. We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. Oké, waar is de potentiality sector? En ik moet zeggen dat jullie bijzonder kalm blijven over het feit dat een of andere slak, niet Slow Celine, Ban Balena heeft meegenomen en dat Sheriff Toadster erachteraan is gerend. De potentiality sector, waarom ligt die er weer, is linksaf. Oké,
Plus, ik heb nog een tape. Dus die kunnen we ook nog eventjes bekijken. Schiet ik vrij weinig mee op. Potentiality sector is linksaf. Dus, oké, let's go. Oh. Stroom? Wie heeft dat... Oh! Dat heeft, ja. Hoe noemen we die? Hij heeft dat gedaan. Wat goed. Thanks. Wat een hulp. Hoe kan ik jou toch ooit bedanken? Punt. Dankjewel. Weet je? Ik accepteer hem. Dat vind ik fijn. De gele kaart hebben wij. En dan kunnen wij deze ruimte in. Wat hier ook voor... Ik spot hier. Twee helften. Wat gaan jullie met elkaar doen? Come on, man. We have to get back together. Not a chance. Your jokes are trash. Hey, jokester. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Never! Oh! Ziek. Hij koos gewoon voor unaliving himself. Goed. Nou moet ik ook zeggen, op een van de bovenste verdiepingen, ken je die nog? Dat we op Pillabird, met zo'n liftschachtje, et cetera, echt een van de eerste afleveringen, dat we op Pillabird achter ons aanhangen hadden, met ook een soort oneindige schacht zo naar beneden. Dat je zit van, oké, maar dat was op een van de bovenverdiepingen, met een oneindige schacht naar beneden. Hoe werkt dat? Plus, ik zie hier trouwens ook gewoon nog een trap, et cetera, met daar iets in de hoek. Nou weet ik niet of ik daar al moet wezen. Ik kan letterlijk hier naar beneden toevallen, maar ik weet niet of er dan een weg terug is. Dus laten we dat maar even niet doen. Voor de rest heb ik hier paars. Ik heb geen kaart voor je paars. Ik heb hier nog een deur, maar die ziet er niet gepowered uit. En hier in het midden nog een deur. Die ook niet zoveel doet. Dan denk ik dat we inderdaad naar beneden moeten. Tenzij hier nog ergens een kaart verstopt ligt. Die ik niet heb gezien. Nee, nou, dan gaan we de parcours naar beneden proberen. Oké. Woep. Hartstikke idee. Dit is een tape. En die ziet er unpowered uit. Dat is geen goed teken. Oh. Geen nood. Drone, je bent nodig. Kom maar hierheen. Kom op, alsjeblieft. Je komt geen eens zo ver. Waar hebben we het over? Maar hoe kan ik dit... Oh, wacht. Hier links staat een knop. Ik weet niet hoe ik die moet activeren dan. Oh, dan hebben we hier nog een knop. Ja, doet u dat dan maar. Hoe we die gaan activeren, dat is een godsmysterie. Maar gele kaart en is daarmee deze deur... geopend. Oh. Fuck a purple boy. Wie gaat? I will find it. The perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. Okay. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Het is groen en het plakt. Kermit de sticker. Goed zo. Oh, hilarisch. Het is hier boven donker, dus dat lijkt me niet zo handig. Oh, wat doe jij hier? Glad to know you survived the madness happening outside. I've seen cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. Nee. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Okay, ziek. That's it? Dat is het enige wat je te melden hebt? Je kan niet... Oké, vind ik een ziek. Ja, maar ik moet hier waarschijnlijk nog wezen. Maar hierboven is het donker, dus ik ben bang dat als ik dat doe, dat ik dan... Nou, het niet ga overleven. Maar hier beneden is het ook donker. Dus... that doesn't seem like to be the way.
Ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. Mijn drone vliegt nu hieronder. Ik heb hem naar beneden toe gewerkt. Dan moet ik hier naar beneden op het gele kruis. Moet ik daarop klikken en dan vliegt hij tegen dat ding aan. Ik snap hem. Zo. Zeg ik met volbloedige hoop van... Hey, alsjeblieft. Vlieg even goed. Klinkt niet alsof hij goed aan het vliegen is. Kut. Oh nee. Oké, poging 2. Kruis. Hij vliegt. Hoezo raakt hij hem niet? Waar stoot hij tegenaan? Hij heeft hem geraakt, hè? En daarmee is die deur gepowered. Frustrerend spel dit, Banban. Het is echt ongelooflijk. Goed, open de gates. Het is hier een beetje donker. Oh, oh, jemig. What the fuck doe je? Hallo? Ja, er brandt daar licht verderop, maar... Ik weet niet waar die griezels allemaal zitten. En ze zeiden... This one needs an opening as well. Kom je nu maar... Ik ben geen eens dichtbij, gast. Ik zie geen eens wat. Ik ren wel door. Als ik sterf op dit moment, is het jouw schuld, Banban. Want jij rent ineens door. Waarom is die trap ook zo onnozel lang? What the fuck is dit? Wat is dit? Oh, Banban equals lamp. Onheilspellend. Look at this place. I'm looking. It seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Ja, ik weet ook niet wat ik hier helemaal moet. Is het een puzzel of zo? Banban. Lamp. Oké, wat nou? Oh, hij rent daar gewoon ineens heen. Ziek. Ik zie daar een knop. En die knop kan ik waarschijnlijk indrukken. Hopsa. En daarmee hebben we een rode kaart nodig voor iets wat hierachter zit. Maar ook een notitie voor The Spider. Case 8 has escaped containment during one of its sessions. And it is believed to be hiding somewhere on the first floor from the surface down. The reclamation team has been notified of this emergency and they have also been informed of the danger that Case 8 possesses. All staff members have been informed of tomorrow's mandatory training session where they will be read to everything recorded about Case 8 and effective ways of fighting back should you come in contact with it. Two confirmed lives have been claimed during Case 8's escape, with three others currently missing. Case 8 will be caught and will not claim any more lives. Case is not ready for presentation. I see. What I also see is een dikke vette puzzel. Wat dit exact moet inhouden, weet ik niet. Maar er staat hier Banban licht. Dus Banban licht. Oh, die moet ik bewegen. En ik moet hem naar het licht toe brengen. Ik heb een hekel aan zulke soort puzzels. Hé, hey, Banban is bijna bij het licht. Ik moet gewoon elke keer alles achter hem aan aanschuiven. Dat was niet de bedoeling. Deze niet. Die mag terug. Deze aanschuiven. Deze doorschuiven. Deze doorschuiven. En dan... schuiven we hem zo naar het licht. Abba! Groen! Moet ik eerst deze weer terug oplossen. In dat geval... Shit! Schuiven, schuiven, schuiven. Lekker schuiven, schuiven, schuiven. Die moet er ook nog eerst vanaf. Gaan we dat dan wel redden qua plekken? Hoezo kan deze er niet af? Ga eens eraf. Gast! Ik moet Banban naar de plek brengen. Hé? Nu heb ik mezelf vastgespeeld. Nee, toch niet. Rechtdoor. Kijk. En dit gaat dan wel. Dit is dikke prima als je gewoon eentje bij zo'n teringpilaar kan neerzetten. Oké, groen. Maar gaat er dan weer een? Oh, nu gaat die wel aan. Nu gaat die wel aan. Kijk, want nu is het gewoon te doen. En dan kun je ze gewoon één voor één doorschuiven. Dus het is weer zo lekker duidelijk. Heb ik een fout begaan? Nee, ik moet deze naar achter. Deze doorschuiven. Alles weer één keer doorschuiven. Dan hebben we vrij baan. En dan is hij naar het lampje toe. Mooi. En ga me niet zeggen... Ja, dan moet hij ook weer terug. Leuk.
Dan kan ik hem in zekere zin weer gewoon letterlijk op die tweede plek zetten. En dan alles weer om hem heen schuiven. Van de exactzelfde route weer terug. Alleen het moet wel even gebeuren. Jij alvast op je plek zetten. Door, door, door. Zo, zo, zo. Terug en naar links. En dat was hem weer. Kijk, op deze manier was het wel makkelijk. Als, ik had gewoon niet door dat je hem twee keer moest schuiven. Heen en weer. Over de kutpoort. En daar hebben wij de rode kaart. En met de rode kaart kunnen wij het rode hokje openen. Dankjewel, Banban, voor je hulp trouwens, hè. Dat je ook wat hebt gedaan. In jouw puzzel. Oeh. Watch out. Dat was die ene die dingen... What is that doing in here? Ja, vertel mij wat. Ik weet geen eens wat het is. Maar hij springt over het ding heen. Een paarse kaart. It's almost open. Ja, dat zie ik. Maak open dan. Of moet ik achter dat ene griezeltje aan die over de balie heen sprong? Ja, ik zie hier al een pijl en een... Je geeft een koevoet. Hey, is that guy over there a friend of yours? You can tell him to get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. Hey, you can get down now. We're friendly. Ja, maar hij oogt niet echt friendly. Lee. Hij oogde niet friendly. En ik wist ook niet dat hij een dusdanige sprong van ongeveer 20 meter... linea recta naar beneden kon maken. Dat vond ik wel een beetje heftig. Maar nu weten we het. Nou, pak die teringstok. We letten hierop, hè. We letten hierop. We houden het. Hey. En instant. Instant. A friend of yours? Nee. You can tell him to get down now. Nee, niet zo zin it's in. Like we're gonna eat ik kan hem niet openen. Als ik hier... Oh, nee. Banban. Hey, so, you are my liberator. Did you get my warning? You had your chance to escape my mayhem. Oh, shit. Wat een actie van de Joker. Oh. Oh, nee, dat klinkt niet goed. Hij is naar beneden gesmeten. Bijna, bijna. Ik ben er bijna. Waarom werkt het niet? Jongens, het werkt. Het werkt! De paarse kaart. Ik ben er. Geen nood. Banban, blijf van mijn pancreas af. Excuse me? Are you dead? Joker, are you dead? Are you okay? You're good. Maar wij hebben nu de paarse kaart en kunnen wij uiteindelijk de paarse ruimte in. Waardoor wij uiteindelijk iedereen kunnen. Nou vraag ik me wel af, wat was dan de bedoeling van deze bovenverdieping en benedenverdieping die zo donker was? Dat was dus gewoon geplaatst voor dikke vette saus. Oh fijn, fijn, zien we dit drone'tje, zien we dit. Een trap die absoluut onnodig donker is. Ah, we gaan er wel gewoon doorheen. Het is weer zo'n onnodig lange trap. En daar treffen wij aan een paarse deur. Met een paars slot. En allerlei groene lampjes. Hold up, let's stay together. Oh, je leeft nog wel. My head hurts. Did you see where Sir Dadadu went after our skirmish? Absoluut geen idee, maar nu, wait, ik weet nu wel hoe die heet. I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. Zo, ik heb een trap. We would have to activate the four locks of the door from down here. But they need fixing first. And they need power. Ja, de power I zit hier. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. Ah, en daar is de totale switch. Alarm, which is sure to attract some unwanted guests. Eyes on the ceiling. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. Okay, deze kunnen dan een beetje mikken. I'm ready when you are. Ja, prima joh. Don't panic! That was expected! The ceiling lights need recharge. 12 lights around me. Yeah? Turn red, point one of the light poles at them. You can control them. Okay. If too many turn red without your interference, we're done for! Duidelijk. Snap hem. Eyes on the ceiling.
up there needs to be recharged after each use. Here they come! The ceiling light needs to charge. Oké, okay, wacht even. Meditering, vette actiemuziek. Ja? Yeah. Is er al eentje rood? Oké, okay, er is er eentje rood. Help. Ja, yeah, ik heb hem. Oh, eentje rechtsboven. Woe, hij is aan het ceiling. 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 Oké, okay, rechts. Ja. Yeah. Links. Hij moet naar beneden. Ja. Yeah. Ik moet hem weer even rechargen. Wacht even. Hij is gerecharged. Hij is on the ceiling. Die mag ondertussen naar links. Kom op. Hij is on the ceiling. Has been pressed. Has been pressed. Die omhoog. En dan gaat hij vervolgens weer naar links. Yes. Ik loop om. Ik loop om. Ik zie er daar linksonder. En die erboven ook. I'm doing it. Eyes on the ceiling. Yes. Rechts beneden. En dan omhoog. Kom op. Yes, thanks. Eyes on the ceiling. I'm doing it. I am doing it. Kom op, hij is in de ceiling. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Here we go. Oeh, rechts is helemaal naar de knoppen. One more. Yes, naar rechts. En dan omhoog. Deze kant. En ik moet ook ijs aan de ceiling doen. Oh, ik moet overal zijn en nergens. Ja, yeah, die is goed. Die is goed. Die is goed. Recharge hem ondertussen. En dan loop ik weer om. Hij zei net one more. Hoezo duurt dit zo tering lang? Done! Thanks, hè. Activate the switch and let's head back. Brrr. I don't want to spend another minute in this place. Nee, vertel mij wat. Dikke tandjes, hè. Wat is dit? Case 4, The Surgeon. Nou, als je het wil lezen, hier staat het. Want ik zag toevallig nog een papiertje hier verderop. Ah nee, maar ik dacht echt dat ik deze zou falen. The Spider. Case 8. Als je het wil lezen, het staat hier. Is Banban nog steeds dood? Knocked out? I don't care. We lopen gewoon lekker door. En dan gaan we terug naar de Storage Bay, denk ik. Om even te recappen. En dan moeten we uiteindelijk door naar de laatste. Hang on, we need to talk. We've been making great progress so far. And it's really getting my spirits up. I'm in the mood to tell a joke. Oh, tell a joke. Oké, okay, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ik ben er, ik ben er, ik ben er. What do you call a toad that's upset? Bruh. Unhappy. Dank u, dank u, dank u. Daar, ja, die vind ik wel goed. Oeh, dat is een beetje unsettling. Dat is een beetje unsettling. Did you hear that? En of ik dat hoorde? They laughed. Ja, een hobby. Dat is een leuk geintje. Hé, hey, de dikke vette enge doggo zit daar. En nap nap. Wacht, hoe leeft die doggo nog? Die heb ik toch echt vernietigd. Hallo. Spoder. Hallo doggo. Wat zie jij er toch geweldig uit met die... Of was dit Catzilla? Ik weet het al geen eens meer. Kan ik deze openen? Ah, uiteindelijk wel. Oh, oh, hier stonden ze. Mijn hemel, dat was gewoon niet te zien. Hallo. Ik ben er. All we need is one more switch and we're good to grab the scepter. Ja. I guess you could say our day won't be set terrible for much longer. Nee, dat was een stretch. Die was een beetje ver gezocht. Anything happen while we were away? Nothing. It's strange. I agree. Sir Dadadoo is up to no good. Nabnab showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. That's also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it.
Ik stond er net tegenover. I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Tinger Flynn wanted a word. It feels weird being on the same side again after all that's happened. Oké. Okay. Ja, en had ik nog een tape? Yeah! Oh, dikke vette snelle slak knalde door de muur heen. Dat was die tape. Totaal niet boeiend. Moet ik hierbij zijn? Of mag ik gelijk doorlopen naar Stinger Flynn? Ik loop wel door, dankjewel. Sorry, het is overduidelijk een momentje tussen jullie. Hallo kwalmeister. U wilde mij spreken? I wanted to let you know that this is all happening because of you. Never convince yourself otherwise. Is dat positief of negatief? If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home in your warm bed. I would be free of my shackles, and everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drained me of my Jyvanium and shrunk my size, could my original size have aided us in our predicament? Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there's another thing I want to show you. It sure looks like you need it. Oh nee, niet nog een flashback die zo zinloos zijn. Waar zijn we? In een bushokje? Morning, sleepy fellow. Morgen. You should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Yeah. Man, I'm so tired. Quit whining. You're not the only one. Maybe sleep for a bit like Opila. A bit? She's been sleeping for days. Bus! The bus is here. Finally. Maar waarom gaan we een busritje houden? Ik snap het niet. Ignore that. It's not the correct one. Nou, het is niet de juiste. Oh man. What have we been doing all of this? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. I will be frank. I did not know it would be this difficult to reach our destination. If it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Really, Stinger? My actions or your non-existent driving skill? I think Opila can drive better than you and she doesn't even have hands. You sure you want to do this again? Do what again? No need to get aggressive. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea how to get back from here? Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Het boeit mij inmiddels niet meer. Captain? Echt, het maakt me echt niet meer uit. Another bus is here. No one wants to conversate with a being who is less useful than the seat they are sitting on. Waarom is die bus zo goor? Oh, hij gaat? Get back here. This is the wrong bus too. Het boeit hem niet. Hup. The captain got kidnapped. Oh, hij is de captain. Do? I'm thinking. To be fair. Captain. Oh, what the fuck? We just lost two. This wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? Oh, die reed op me in. Ziek. Ik ben absoluut sprakeloos over wat hier allemaal gebeurt. Dit is een... Hoe verzin je dit? Dan moet je toch enigszins wel beïnvloed worden door drugs. Dit is zo apart. Het valt niet te verklaren. Nou, hoe dan ook. Wie gaat zeggen... Spik de bitter giggle? Oké. Okay. Fuck a joker. We moeten even naar de laatste ruimte toe. Want dit... genoeg. We should have the last switch activated. Yeah. I found two of these key cards laying around. Twee? Banban, I mean, Uthman, took one and left one for you. Oh, okay. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Maar jij komt niet mee dus?
He gets really nou, is echt die tanden door die lippen heen, hè? Ban-ban. Goed, hè? Do you know why that is? Nee, don't care. Goed zo. Dat betekent dat wij naar de laatste regio toe gaan. En dat is de conditioning sector. Ja, laten we gewoon, weet ik veel, via een zijkant die kant op gaan. Kidoki, hallo en welkom bij de conditioning sector. Waar ik eventjes de lampen van beide kanten ga activeren. Zodat ik in ieder geval op een normale manier weer terug kan. Doe ik ondertussen deze deur open. Wat daar ook achter mogen schuilen. Hé, hey, nog een cassettebandje. Waarom ligt die specifiek daar? Hallo from the other side. Wat is deze kooi? Is dat voor vogelvoer? Ik zie hier trouwens een heel mooi dingetje die wij zouden kunnen activeren op een of andere manier. Ik zie heel veel buttons die wij met de drone zullen moeten activeren. Zijn ze al rood? Zijn ze al vol bloed rood? Want als ik hier overheen ga... Kijken of ik dan bij die knop kan komen... Door een gewaagde sprong te maken. Woep! Ja. Er bliepte iets aan in ieder geval. Is er nog eentje aangeschoten? Want ik zie namelijk niks. Oh, die knop is aan. Oké. Okay. Springen, vliegen... Vlieg mijn drone. Oh ja, je komt er dan weer net niet bij, tuurlijk. Je komt er... Oké, hij raakt hem. Goed. Volgende knop. Die is geactiveerd. En dat zal waarschijnlijk die knop daarboven activeren. Wederom een gewaagde sprong maken. Oep. En hij is aan. Oh, ik zie hier trouwens ook nog een keycard liggen. Nog een gele. Groen. En met die... Drone tick is... Nou, niet die geactiveerd. Dan zal het wel die zijn. Een gewaagde sprong. En een knop. Nieuw. Tik. En dan zal de laatste daar geactiveerd moeten worden. Oh, hierachter zit ook nog een deur. Mysterieus. Opske. En je vliegt er maar tegenaan. En dan is, als het goed is, deze ruimte compleet. Ah, ik zie hier een unit die geactiveerd is. Ik heb de groene kaart opgepikt. En daarmee gaat deze gigantische deur open. En zo gezegd zou Banban dit allemaal al gedaan hebben. Vind ik vreemd. Vind ik raar. Vind ik onnodig groot. Dit. What the fuck is dit? Syringen mission. Ik ben het hier niet mee eens. Syringen is looking for lollipops for his patients. Find him 8 lollipops to get his prize. Dat is 1. Hello, Giant. Hoi. Stop. Father told us not to talk to strangers. Oh, die moeten daarin. Did you see our father around? Ik heb geen idee wie de fuck dat is. Ja, kut voor jou. Zeker melk halen. Oh. Oh, wacht eens. Protect the queen. Protect the scepter piece. Hide. Please tell him we need him to come back. Ja, 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 is goed. In de... MRI-scan. Zo. Of is dat een CAT-scan? Ik weet niet. Ik kom niet zo vaak in ziekenhuizen. Zijn er in ieder geval weer 2 bij. Dan heb ik er 3 in totaal. Deze ruimte is veel te donker hiervoor. Oké, hoeveel heb ik er nu? 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet er nog 3. Yikes. 6. Oeh, daarboven is 7. Ja, dankjewel. Ah, in de deur. 8. Abba. 8 lollipops. En de deur is open. Speed limit. I'm going fast as fuck, boy. The Queen. Case 14. Yippie. Oké. Mag ik mijn drone hier binnen hebben? Ik vind het nogal donker, namelijk. Oh. Ik ben naar beneden gevallen. Bang, bang. Stay in the middle where it can't reach you. Wie? I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Stay in the middle. Wop, 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 where it can't reach you. Wop, wop, wop. Ik beweeg 1 keer en hij duikt door een teringboom heen. Oké, ik ben er. Quick, stay in the middle where it can't reach you. Daar ben ik. I was about to set up a trap for that thing, but
But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Okay. But they need a lot of power. Yeah. Big batteries scattered in the tents and the corners. Okay. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Ik zie daar een megafoon. It's incomplete. Ja, oké, ziek. I'm slowly walking. Woe! Ik ben in het midden, Oké, hij wisselt gewoon van kant. Oké, hoe kan ik tutoren? Ah, ik moet er nog een tutor op zijn bek plaatsen. Oké, wacht. Woei! Oké, als je sprint, word je gewoon gepakt. Je mag niet sprinten. Dat is één ding. Duidelijk. Zonder sprint. Hey, ik heb ze alle drie. Hier, dikke vette toeters! Hier, ga maar. Honk? Is het... Oeh! De lit tents? Daar kom je nu mee! Dat zijn er ook gewoon maar twee. Teringzooi. Versta er niks van. Ik zie hier een pijl. Oh, dit is de veilige lijn of zoiets. De line of sight. Wat jij wil. Ja, maar hoe kom ik dan weer terug? Dat is wel een issue. Oké. Wat is dit? Oh, the battle. Kaboom? Nee? Niks? Oké, go. What the fuck zijn deze dingen? Bokshandschoenen. I don't think it'll fall for the same trick twice. You still need the other battle. Ja. Woe! Oké, ik heb twee bokshandschoenen. There you go. Scheld hem uit. Scheld hem uit en box tegen hem. Oké, hij is gepakt. Let's go. Go. Ik weet nou niet welke de weight het heeft. Oké, deze heeft de batterij. Dan moet ik waarschijnlijk hier weer achter de lijn lopen voor safety. En dan zit er, als het goed is, in deze zit er dan weer een afleiding. Ja, een tonnetje. Dikke vette ton. Pak de ton. Je blinde teringvogel. Pak de ton. Let's go! Wat een scheidspel. Oké, de elektronica trap is dan bij deze geactiveerd. What's next? Oké. Hey, hier zo, bird. Holy shit. Dat is gewoon een kippetje geworden. Lekker kipfiletje. Lekker gevogelte. Kipfiletje. If we get through this, we should hire you as a safety trainer. Nah, denk ik niet. I don't know how long we'll be safe for. So let's get out of here. Kippetje. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door. Je oog is zo ineens inwaarts gegaan. Je hebt van die bol ogen en een hele... waar moet ik heen? Oh. Tuurlijk, de 10 meter massieve deuren. Mijn favoriet. Hoe had ik dat kunnen vergeten? Nou, dit is wel meer dan 10 meter. Ah, rustig 20 of zoiets. Goed. Knop. Secure an exit. Tuurlijk niet. Recharge. I am recharging. Ban, kom even door die deur en wijs me even de weg. Oh, hier. Secure an exit. Aha. It's pissed. En hij wordt gesplat. Daarom was de deur 20 meter dicht. Of dik. Oké.
Mag ik nu, Oh! Oh! Klein kippietje. Hallo! Klein kippie, oh! Doei! Dus een kleine kippetje is gewoon gesplet door de Givanium en daardoor is een klein kippetje. That is not something I want to experience again. Nee, je hebt echt zoveel gedaan. I'll look for the switch where I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Graag, graag, graag. En we zijn hopelijk die laatste challenge nu compleet. Oeh! Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen. Go ahead. Press the thing. Tuurlijk. Nothing bad will happen. I promise. Tuurlijk, ik wil wel. Zie je? See? I told you nothing bad would happen. Ja. Ik vertrouwde je ook op je zwarte ogen. Wagen deze macht om aan te rennen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. En dan zijn we hier bovenaan de trap. Met een paarse en een oranje kaart. Of is deze gewoon unpowered? Ik weet niet helemaal wat daar is. Of voor nodig is. Hallo? Dit is de reorder. Reorder wat? Wat? Wat doet dit? Oh. 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 Oei. Is dit een soort springparcours? En we moeten naar de overkant komen, naar de oranje lampen, want daar vinden we ongetwijfeld dat. Ik vermoed dat dit de route is. Ik werd geduwd! Oké. Er zal vast een logica achter zitten. Die ik niet weet, maar er zal vast een logica achter zitten. Dus laten we zeggen, niet twee keer rechtdoor, maar nu naar rechts. Oh, ik heb die eruit gesprongen. Oké. Dit is veilig. Die is niet veilig. Eentje terug. Eentje door. Dit is ongemakkelijk. Eentje terug. Ik wil zeggen eentje door, maar... Eentje terug. Kan ik niet... Je kan niet langs de knop, helaas. Maar zo is het wel goed. Oké. Rechts. Dan direct weer links. Ja, dan daar achteraan. Dan met de klok mee, lijkt me. Yes. Yes. Naar links of naar rechts? Nee, ik was zo dichtbij. Ik had het misschien kunnen halen als ik snel genoeg was. Voor. En falen. Ik heb nu een andere route. Deze ziet er ook wel oké uit. Zo. Nu naar links. Rechtdoor. Moet ik dan misschien rechts er tegenin gaan? Ja. Deze voel ik ook wel. Nu voel ik hem niet meer. Misschien deze en dan naar links. Dan komt hij recht in mijn smoel terecht. Eenmaal zo. Ongemakkelijk. Zo. Rechts word ik getikt en we gaan gewoon super lightning fast. Ja, zie je. Al ben je snel genoeg, dan kan je hem ook nog omzeilen. Very good, very nice. Ik heb de kaart, dus ik ga nu gewoon zoveel mogelijk sprongen meepakken.
Dat waren er wel geteld 2. Nou, en doordat we de oranje kaart hebben, kunnen wij de oranje deur... Mocht niet de oranje deur door. Nou, stik er dan maar in. Dan ga ik lekker omhoog. Wat ik net eigenlijk ook al had kunnen doen. Ah, daar is de oranje deur. Wat was dan die deur daar net? Waarom kan ik daar dan niet doorheen? Is dat een onheilspellende deur? Wat is hierachter? Ah! Oh, dit is deze deur. Yes! Maar ik heb die ene switch nog niet omgehaald. De switch die deze... hoe heet het? Zou afronden. Toch? Die heb ik niet gehaald. Of wel? Ik ben het vergeten. En dan zijn wij wedergekeerd. Bij mijn vrienden. Hallo vrienden. Ik heb alles opgelost. En jullie hebben wederom geen ene kloot gedaan. Open die teringpoort. When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. Ja, ja. But you did it! We can now put an end to this chaos. Ja, ja. Hold on. First I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. Oh, hij gaat hem loslaten? Nap Nap gaat de naughty ones killen? Oh nee. Wee, woep. En hij is weer met ontelbare snelheid footsie. Let's get this over with. Yeah, let's game. We gaming. Ik wil een scepter. Hello. I'm looking for das scepter. En dan weer ineens een paars kasteel. Zijn we weer ingewaggeld. Met een kooi, een hangende kooi. Hier de gras. Eject. Recharge. Ik weet niet. Magisch. Ja. Didn't think I'd be seeing this room again this soon. Nee. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Where'd he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Het is al in shambles. Well, we can only look for him if we have the scepter. Okay, recharge thing. And it eject thing. It's really simple to just click the eject button. Are we sure we want to press it? Oh! No! Nab Nab! Wat een gek! Hoe kan dat nou? Hij heeft de kaart toch niet? Oeh, die tanden. Mooi door zijn lip heen. Hey, is dit de surgeon? Nee, dat is de scepter. Wauw. The scepter. It's missing a piece. Yeah, the cannon. That's not good. Okay, dus wat nu? Niemand geeft een hint van... Hey. So, this is where the key to my prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the treasure ready to be plundered. I fear this is the part where I come in and dig all of your hard work for myself. Ik bedoel, hij kan ons toch niet allemaal tegelijkertijd aan? Since I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. We had no choice! They were going to destroy us all! You didn't have a choice, and you chose wrong. Vind ik heftig. Where are the sheriff and the surgeon? Surely me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. I don't know where they are. I'll tell you. They're hiding like the cowards you all are. But I'll find them, and all will pay. Seems the scepter is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. Huh? You know you've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? Fuck 'em.
Hand op de schouder. Oh nee, hij prikte hem. Oh, oh, oh. Wat heb je gedaan? Oh, hij is gigantisch. Zoek dekking. Wat gebeurt er? Hij is overgerompeld met Givanium. Oh, hij wordt gesmacked en meegenomen. Moet ik dat ding niet meenemen? Oké, okay, blijkbaar niet. Doedels! Wat een gelukkige zijuitgang. Rennen! Oh, fuck! Dus hij zit achter ons aan. Oh, shit. Slak, man. Ik kan niet sneller dan dit. Neem me anders op de schouder, Banban. Ik ren bijzonder traag. Help! Help! Er zit helemaal niks meer achter ons aan. Waarom rennen we? Vanwege de actiemuziek die in ons oor speelt. Maar er is helemaal niks aan de hand. Spring! I don't think I could go. What? What? What do you mean? You wouldn't understand. They appreciate my jokes. Who's they? This is my one chance to have an audience. And I am going to take it! Goodbye! Onnodig. Waar is Banban heen? Oh, die rent ook gewoon zomaar zonder iets te zeggen er vandoor. Wat een gek. We rennen nog steeds. Voor wie? Voor wat? Voor hoe? Ja, ik sta op mijn plek. Kom jij ook nog? Woe! This is where they realized that everything they have worked so hard for was all for nothing. Both of you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the Queen couldn't. I'll hold him off. Yeah, jij wel. Look for the surgeon. Okay. Kortom, hij wordt ook overgenomen. Dat was... Dat was geen eens een... We hadden allemaal verwacht van... Oké, nou, weet je... Hij is de lul. En dat was Garden of Banban 6. Waarbij Garden of Banban 7 op de volgende lijst zal staan. Maar god verbied. Wat een game. Wat legendarisch. Slecht. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.